20 seconden. 20 seconden nog, dames en heren, dan de achtste koers. Dat is de fitclub Rodenburg Sikko Casimirprijs. Met als favoriete 6 Discovery Swish. De start is vrij. Maar gaan de bakvak in. Deelnemers, start vrij. Start gevallen. We gaan een rondje weer inderdaad, dames en heren. 4,5 ronde voor deze deelnemers. En hopelijk tellen ze zelf ook mee. De leiding wordt genomen door Axel Cartouche. Axel Cartouche gaat als eerste op weg naar de bocht. Daarachter een duel op plaats 2 op dit moment. Terwijl Axel Cartouche ook nog onder druk komt in de eerste bocht. En zo gaan ze de eerste bocht door. Axel Cartouche aan de buitenzijde komt de favoriet Discovery Swish naar voren. Die wil de leiding ook graag overnemen. Ik denk niet dat dat een probleem is, want de eerste binnenkant heeft een tijdje met de tennisminnaar maar samengewerkt. En dan bouw je toch een band op. En trouwen gaan ze dan nog niet. Dat doet Tennis met Anita. 400 te gaan. Leiding in handen van Discovery Swish. Daarachter ligt Axel Cartouche. Derde plaats daarachter is voor Jimmy Bauer. Vierde plaats daarachter volgt dan Niels Jongejans met Sugar Babe. Dan volgt Colonel Nieuwpoort. Daarachter Jan Thijs de Jong met Biwino AMC. En die had een paar mispasjes, maar loopt gelijk weer. En daarachter Voron of Tepe. En op grote achterstand geraakt Elliot Rich. Zo hadden we de weg naar de linkerbocht. Maar we zijn op weg naar die linkerbocht met Discovery Swish voorhang. En die heeft de tempo uit de koers gehad. Discovery Swish, daarachter Axel Cartouche. Alle paarden achter elkaar. De derde plaats daarachter is voor Chubby Bomber. De vierde plaats daarachter voor Sugar Babe. Vijfde plek is voor Colonel Newport. De zesde plaats daarachter voor Bivino EMC. En zeven is voor Ron of the Pep. Maar dan komen de rechte lijn voor de tribune. Als ze de finish passeren, nog 3 volledige ronden te gaan. Voorzitter Harry van der Heijden telt mee. En vroeger, Harry, hadden we wel eens onderbordjes. Je mag ook de vingers omhoog doen. 3 rondjes doen we nog hoor. 3 rondjes. Discovery Swish leidt. Daarachter Axel Cartouche. Daarachter op plaats 3. En wat een wandeltempo is dit zeg. Op de derde plaats Chippy Bobber. Vierde plaats daarachter ligt Sugar Babe. Dan Colonel Newport. Daarachter Bivino AMC. En daarachter Voron of the Pep. Dit is niet echt een tempo waar we echt wakker van liggen op dit moment. Maar de crew moet het ermee doen. De paarden zijn halverwege de rechterlijn overzijde. En als ze straks de finish passeren, hebben ze nog een heel stuk te gaan. En dat weten eigenlijk alle deelnemers. Discovery Swish leidt. Discovery Swish. Daarachter komt nu een aanval, een tussenaanval. Ilke Kruis houdt niet van dat tempo drukken. En ineens heeft hij de koploper bijna verrast. Colonel Newport is ernaast, maar net niet voorbij. Discovery Swish raakt net op tijd weer op. En zo heeft hij de binnenkant nog net weten te verdedigen. En houdt hij de leiding. Discovery Swish, we hebben straks nog 2 ronden te gaan. Nu onder druk van Colonel Newport. Ilke Kruis is van het motto sterven in het harnas. En dat vinden we leuk om naar te kijken. Hij parkeert nu wel in, trekt op de proppen. En we hebben nog 2 ronden te gaan. Discovery Swish, erachter op Colonel Newport. Dan Axel Cartouche. Eerste part aan de buitenkant, die weer naar EMC. Daarnaast aan de redingzijde volgt Chubby Bobber. En daarachter is het Sugar Babe. En een paar lengte daarachter heeft niet helemaal de vorm van vroeger meer. Voron of the Pep. Paarden op weg naar de linkerbocht. Discovery Swish heeft nu weer een makkelijke voorsprong. Binnenma kijkt weer opzij. Maar dat tempo drukken wat hij net deed, dat durft hij nu niet meer aan. Daarachter op de tweede plaats, Colonel Newport. Daarachter op plaats 3 ligt Axel Cartouche. Bivino AMC komt iets dichterbij. Aan de buitenkant gaat mee Sugar Babe. Daarachter aan de redingszijde zit nu vast Chubby Bobber. En zo komen de deelnemers de rechterlijn voor de tribune weer in. Ik denk dat de deelnemers ook meegeteld hebben, want we hebben toch echt nog 1 ronde te gaan. 2800 meter in deze koers hier op Leek. En het is nog altijd Discovery Swish die leidt. Discovery Swish, Colonel Newport op plaats 2. Derde aan de buitenkant, Bivino AMC. Dan Axel Cartouche, loopt in het deel. Daarachter krijgt een mooie koers Sugar Babe. Vast aan de redingszijde zit Chubby Bobber. En die kan er nu nog niet uit, want nu komt ook nog Voren of de Pen ernaast. Het zit er niet mee. En zo zijn ze in de rechterlijn overzijde voor de laatste keer. Nog altijd dezelfde leider. En dan is Discovery Swish. En Binnenma gaat er dus even lekker voor liggen. 2 lengte voorsprong heeft hij. Tweede plaats voor Colonel Newport, die loopt niet meer in. Bivino AMC doet dat ook niet. De enige die dat zou kunnen zit vast, dat is Chubby Bobber. En zo zijn de paarden halverwege de laatste. En dan lijkt nog altijd Discovery Swish. Grote voorsprong. 3-4 lengte. Komt als eerste in de laatste rechte lijn. Discovery Swish. Daarachter de strijd om de plaatsen. Maar Binnenma, die zondag gaat trouwen, viert nu alvast een klein feestje. En wint hem helemaal alleen. Discovery Swish de winnaar. Tweede plek is aan de buitenzijde. Voor Bivino AMC. En derde wordt aan de rechterzijde. Colonel.